mensen zijn eigenlijk een soort robots. Denk er maar eens over na. Jouw lichaam doet de hele dag lang een heleboel dingen. Speciaal voor jou, volledig automatisch. Je bent er geen seconde over na aan het denken en toch gebeurt het. En ik, als een man die de ballen zuigt in multitasken, ik kan dat wel waarderen. Jouw hart slaat zo'n 60 tot 80 slagen per minuut. Stel dat jij dat zou moeten regelen. Dat je iedere seconde tegen je hart moet zeggen: hey hart, doe me nog maar een pompie. Je ademhaling gaat de hele dag door. Adem in, adem uit. Helemaal automatisch. Behalve als iemand zegt dat het automatisch gaat. Dan opeens moet je het zelf doen. Sorry daarvoor. Maar heel fijn dat het meestal wel gewoon gebeurt. Anders zou ik iedere avond doodgaan in mijn slaap. Ja, meerdere uren lang geen ademhalen schijnt je lichaam niet zo fijn te vinden. Je ogen knipperen de hele dag om zichzelf lekker nat te houden. En zo nu en dan wat insecten buiten te houden. Alhoewel, zo goed werkt dat nou ook weer niet. Maar stel dat je alles in je hele lichaam zelf zou moeten doen. Iedere spier zelf los bewegen. Dat is waar deze game over gaat. Welkom bij Manual Samuel. Of zoals ik de game graag naar het Nederlands zou vertalen, handmatige Harry. Het is precies hetzelfde idee. Deze game is me aangeraden door Billy. En voorheen, als Billy zei: Rick, speel deze game, zei ik: nee, Billy. Dit is mijn kanaal, maar Billy heeft me ook Papers, Please en Slime Rancher aangeraden. Echt momenteel een van mijn lievelingsgames. Dus weet je wat, we vertrouwen Billy een keertje nog een keer op haar woord. Deze game kun je een beetje zien als een soort van Octodad, waar je dus heel moeilijk je karakter kan besturen, maar dan met een heleboel extra lagen. Je moet de ademhaling regelen, je moet de ogen knipperen, waarschijnlijk moet je actief je eigen eten gaan verteren. Ik heb de eerste paar minuten gespeeld, die waren erg leuk, dus laten we even kijken of de rest van de game ook nog soort van de moeite waard is. Ik wilde hem eigenlijk spelen in de XXL gameplay, maar ik denk ja, als ik alle leuke games in de XXL gameplay doe, wat moet ik dan de rest van de week doen? We moeten niet alleen maar toe werken naar dat ene moment op die zondag en dan de rest van de week, ja, troep spelen. Dus we gaan even kijken of dit wat is. De game bevat wel redelijk veel filmpjes en die zijn redelijk droge Britse humor. Ik ga proberen grotendeels mijn bek te houden, maar ik kan niks beloven. Even kijken, laten we de story mode pakken. Ik word voorgelezen door een robot en ik ben een uitermate rijke baby. En een laadscherm. Shit, nu moet ik jullie vermaken. Moeilijk man, entertainment. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... we're not doing that? Heel Our raar begin. Our story begins in the middle of last Tuesday, Beter. Where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Ze doen ook heel veel met hashtags. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend. Also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the third year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine then, or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Hashtag fractured jawbone. Sam
Sam is laying unconscious on the floor. We mogen gaan spelen. He gathers his strength and makes an effort to get up. Then he makes another effort to stand up straight. Ja. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Zet R. Ja, oké. Okay. Then he takes a left step. En links. Good job, en Sam. Rechts. En links. Very good en rechts. Rock die gameplay nu al. How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. Zo gaan ze dus langzamerhand de game ingewikkelder voor je maken. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oh. Sam remembers the one thing he's good at. We zijn vergeten te betalen. Moet je betalen voor drinken als er in je gezicht wordt gegooid? Blijkbaar. Sam pays the guy 500 euros. Barely. Oh, 500 euro. Niet eens een fooitje. Wat jammer nou weer. De duurste koffie die ik heb gedronken is denk ik 5 euro. Dat deed ook al pijn aan mijn hart. Maar 500, dit is net een YouTube shit. 5 euro koffie versus 500 euro koffie. Ik zag net oprecht voorbij komen. 1 euro condoom versus 1000 euro condoom. Lang leven YouTube, dames en heren. Sam spends a decade making his way out the door. Which is pretty good for a guy with a major concussion. Ja, best goed. As Sam waggles outside, he sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together me. And rushes towards Vergeef his soon-to-be ex-girlfriend. Schatje! Er zit misschien drink in mijn oog, maar hou van me. Approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Rip. Druk op F om meerdere respecten te betalen. Is hij nou aan het kotsen? Is dat een natuurlijke reactie van iemand aanrijden? Gewoon direct kotsen, echt binnen een seconde ook. Ik heb nooit echt iemand aangereden, dus not sure. Achievement unlocked, feces happen. Een soort hele flauwe grap naar shit happens. Uitwerpselen gebeuren. In principe is het een hele korte game als je gewoon doodgaat ergens in de eerste 7 minuten. Ja, kunnen we ermee stoppen toch? Is het soort van weer mooi geweest op een bepaald niveau. Ik vind de muziek van de game ook wel erg leuk. Het is tot nu toe een redelijk hetzelfde deuntje, maar het is wel een leuk deuntje. Is ook belangrijk. Hoe lang gaan we kijken naar namen? Als het zeg maar nog 3 minuten duurt, ga ik een of ander raar feitje vertellen. Als het nog een paar seconden duurt, PS, we zijn single. Oh, ik denk dat we door de namen van de makers heen zijn. Als je wilt daten, je hebt een namen. Oh, we pakken natuurlijk de Highway to Hell. Dat is erg slim gedaan. Het is een hele lange weg naar beneden. Who knew a bottle to the face would result in such a terrible fate? Ja, doodgaan is wel balen. But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. There's also the ground in hell. Hey, wat gezellig. Oké, mogen we weer lekker gaan wandelen. Het is een interessante 5 kilometer avondvierdaagse dit. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Ik heb net een hele video gemaakt over hoe pinnen superieur is. Wat is dit? In his pocket. That makes him feel have a nice day. En een gevarenbord voor vallende mensen. None other than obliteration and oblivion. Extermination and extinction. The end. Wie zou het zijn? Decease and demise. The Grim Reaper. Death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Dat is echt cool, then man. Then he takes a second look at Sam and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. Ik vind al die kleine grapjes echt leuk. Reels? Tight, man. Truis having death for life. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life.
Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency. Oh, yeah. Followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Sam decides to check out the rest of hell before doing any deals with supernatural beings. Ik zou eerst de rest van de hel uitchecken voordat je gewoon meteen na een minuut die dealtjes gaat maken met andere mensen. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... ooh, a plumber. Ooh. That'll be all your shreds, dear sir. All right, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job. Fuck this shit. And become functioning souls of society. For most people, this is okay. But for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Nou, ga geen baan zoeken. Fuck die shit. Hoe gooi ik mijn geld? Oeh, mijn veger. Help, game. Oh, hier. L. He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. I bro. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking. Nee, please, ga door. Het was magisch. En dat is eigenlijk de verhaallijn. Je gaat dood, maar je maakt een deal met... nou, ik wil zeggen de duivel. Een deal met de dood. Dat als je 24 uur lang kan overleven, terwijl je hele lichaam handmatig werkt... dan leef je weer en anders ben je extra dood, want je bent al je helgeld kwijt. Dat is voor mij een beetje de soort van logica van deze game. Zo'n mooi bootje. Sam has just traveled through time, space and logic and finds himself fully alive and more importantly rich again. Yes. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. This ziet er goed uit, gozer. Shows up. Yo, yo, yo! Oh, God, you look horrible. I mean, you look great, bro. Thanks, Mom. Ook van jou. You be okay? Can you hear me? Blink twice. We kunnen nog steeds knipperen. Oh, cool. En je moet dus nu als het goed is adem gaan halen. Everything be fine. Aight, so. This here be the dealing biz. All your body functions be manual, so you kind of have to do stuff on purpose. You'll be turning kind of blue. Might want to consider breathing. Dus toch. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Gaat er echt goed zo. I got this. Oh, vergeet niet de ogen te knipperen. Adem in. Adem uit. Ik blijf wel gewoon de rest van de game hier liggen of mogen we wel opstaan. Nee, oké. Okay. Dood kijkt ook gewoon een beetje heel enthousiast naar me van lekker bezig, Pink. Lekker bezig. Ik, voor mijn gevoel ben ik ook best wel lekker bezig. Ik heb alleen het gevoel alsof ik iets extra's zou moeten ondernemen, maar... we kunnen ook prima blijven liggen op de grond. Dat is allemaal fantastisch. Of wacht tot ik een foutje maak of zo. Hallo? Iemand? Interactie? Of moet ik gewoon even wachten en stop met ademhalen? Kun je dood? Oh, je hebt best wel even de tijd om te stoppen met ademhalen. Dat is wel fijn. Even uitblazen dan. Ik moet zeggen, dit moment in de game voelt een beetje... hoe zeg je dat? Dood? Ah, got him. Dat duurde echt heel lang. You be blinking and breathing. That be bitching. So, all right. Go survive for a day. And I'll let you live normally for the rest of your life. Dat is best een goede deal. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds forever. Balen. I'll be over there doing kickflips if you need me. Thanks, man. Once again, Sam has to make an effort to get up.
This time he has to focus on his spine. Okay, daar gaan we dan. Het avontuur begint hier. Once again, he has to remind himself how to walk. Oh, kut. By the way, dude, you be getting late for work. Sam does something that resembles. Laten we gewoon een beetje focussen op één taak tegelijk. Gewoon eerst heel stuk lopen, dan even gauw knipperen, een keertje ademhalen en loop maar door. Wat is dit? Sam holds on to that toothbrush like his life depends on it. Oh, Sam kut. Has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Tandenpoetsen moet al redelijk handmatig. Het is in principe niet een hele nieuwe ervaring of zo. Hashtag clean with teeth. Clean teeth, Sam is ready to smile. He won't for at least 24 hours. Oh, wat is dit? Sam tries to take Ik sta er een beetje scheef op. Waarschijnlijk moet je. Hey dude, ja, have you seen my. Oh, even weg man, ben even aan plassen. Than a Norwegian teenager at a wedding. Wat? He decides to knipperen, ademhalen! Je rug! Fuck! Focus on his smile. Waarom is plassen opeens zo moeilijk? Oh, je hebt ook best wel gele urine, dan moet je meer water drinken, geloof ik. Dat is de wijsheid. One empty bladder later, yes. Sam moves on. Ik vind het prachtig hoe zelfs hij wc-papier heeft met geld erop. Ik geloof dat je dat ook redelijk makkelijk kan kopen, dat je wc-papier hebt met briefjes van 50 en zo. Als in niet echte briefjes van 50, dat zou best Sam cool zijn als je echt geld te veel hebt. Sam has some trouble with his posture. Oh, he looks okay. Like a mantis. I got this. I got this. Someone how a bicycle works. Oh, knipperen met die oogjes, beetje ademhalen. Oh, dit deel van je lichaam even wassen. Ja hoor. Sam is clean as a whistle. Ik vind dit nu eigenlijk al de beste gameplay ooit. Ik hou iedere keer door de war welk been ik als volgende moet. Oh, fuck. Welk been ik als volgende moet gebruiken. En dan krijg je dus dat. Dan gaat hij in een spagaat. Je hebt 50% kans om de goeie te gokken. En ik gok tot nu toe iedere keer gewoon consequent verkeerd. Sam decides to find some clues. En nog een keer. Your spine, Sam. It matters. Denk aan die ruggengraat. Ah, hij is er nog steeds. Hi, let's see. Ja. Ja. Dus ik heb nog een feitje over tandenpoetsen, als je daadwerkelijk nog geïnteresseerd bent. Ik had iets gelezen over ze keken naar skeletten van mensen van vroeger. En dat... Oeh, dat zijn wel mooie schilderijen. Dat van de skeletten die ze onderzocht hadden, had 0,14% gaatjes van de mensen van vroeger. Komt voornamelijk dat sinds we eigenlijk suiker geïntroduceerd hebben, toen zijn eigenlijk onze hele tanden grotendeels naar de tering gegaan. Suiker, slecht voor je, is ongeveer de moraal van het verhaal. Even kijken, dan we de verkeerde kant op gaan. Sam walks down the stairs with great precision. Aan een pianetje. Knipper de knipper. Hoppakee, ik heb die MLG gameplay te pakken. Ik geloof in het begin van de 20ste eeuw had je heel erg dat mensen wel heel veel suiker aten. Omdat suiker gewoon heel erg veel voorkomend was en heel goedkoop. Maar toen was tandenpoetsen nog niet helemaal. Oh, dit is voor later, denk ik. Het is een Flappy Bird grapje, denk ik. Flappy Rooster. Hele dure fles wijn. Hey, was je er weer? Gezellig, dat is wel echt een grote televisie, dude. Following the story at this time, and gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to... Hey, Lucy, I'm home! Oh, hey, dude. Still alive, huh? Goed, hè? Ik vind dat ik best wel lekker aan het rocken ben momenteel. Maar waar is mijn kleding? Het is echt onhandig dat ik zo'n groot huis heb. Had ik niet net iets minder rijk kunnen zijn? Ik zie je wel een koffieautomaat? Dat gaat goed. There is a note saying, sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Oh nee. Mom. Je kan dus blijkbaar ook doodgaan als je ademhaalt terwijl je aan het eten bent. Dan stik je. Dat is wel een beetje hoe het hele proces van stikken werkt, ja. Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee is so hot, he blows on it before taking a sip. Got him. Oh, oh. Kut. Sam hurls coffee into his eyes. Waarom gooi je koffie in mijn ogen? Oké, probeer maar een nieuwe. Eerst blazen. Je hebt niet geblazen. Sam hurls coffee into his eyes again. Zet nog een koffie. Oh, ademhalen. Oké, wacht. Out of hope. Oké, fuck. Het gaat niet goed. Wat doe ik verkeerd? Oh, het knipperen. Oké, sure. Sure. Oké, deze hebben we. Sam drops the coffee. Dramatically. Wat? Waarom deed je dat, broer? Ik wou koffie drinken.
Waar zijn mijn kleren? Zoveel vragen. Vast niet in de tuin. We kunnen even het eten opeten natuurlijk. Heeft moeders wel voor ons laten maken. Echte liefde gaat door de maag of zo. Ja? Huh? Hoe kan ik twee keer op dezelfde... Ik snap er niks van. Ik druk al op L. Hoe kan ik... Okay, sure. Even doorslikken. Blink, Sam, ja, ik weet, ik moet knippen. Oké, nu even ademhalen. En dan een nieuw hapje nemen. Yes, got it. Kauw, 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 kauw. Slik, 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 slik. Oké, en weer wat ademhalen. We kunnen... Hashtag eat some more food. We kunnen even kijken wat er gebeurt als je nu ademhaalt. Ja, dan stik je. Sam breathes in. Oh man, ik ben redelijk stervende. Oké, top. Ik geloof dat als je stikt en je moet de Heimlich manoeuvre doen, maar er is niemand om de Heimlich manoeuvre te doen, want je bent hier eentje, dat het best wel een goed idee is om zeg maar jezelf tegen een muur aan te gooien, zo boom. Weet je dat ook meteen? We hebben genoeg gegeten, denk ik. Blink, Sam, blink! Die man blijft wel echt heel repetitief met zijn commentaar als je niet met je ogen knippert. Hij zegt knipper met je ogen, wat in principe een hele goede tip is. We kunnen ook gewoon zo verder gaan. Gewoon over de grond heen rollend. Ik heb toch het gevoel alsof onze kleren helemaal de andere kant op zijn. Is een klein stukje. Sam decides to hurl himself down the stairs. Dat kan ook nog blijkbaar. Als je dus een loopfout maakt op de trap, dan val je eraf. Wat ja, best logisch is, denk ik. Oké, speedrun die trap. Speedrun die trap. Ik wil heel graag naar boven. In principe, als je van boven naar beneden valt, is het alleen maar sneller. Dus daar zijn vrij weinig nadelen te bespeuren. Hier moesten we geloof ik heen. Al die tijd. Of is het, kan ik toch wel deze deur binnen, maar moet ik er gewoon heel goed voor staan. Ja, is dit toevallig? Yes, ik ben er gewoon langs gelopen. Wat zal hij vandaag dragen? Waarschijnlijk hetzelfde als altijd. Hey, een broek. In principe wel interesse. Een paar van blue jeans. The ugly ones. Sam successfully puts on his pants. Feeling more accomplished than ever. Ik denk dat ook heel erg de game een soort grapje maakt naar hoe sommige rijke mensen eigenlijk helemaal niks kunnen omdat ze alles voor zich laten doen. He settles for a mediocre one. Ik ben niet rijk, ik heb dit ook al. Meer dat ik gewoon niks kan. Tot het punt dat mensen het zo sneu vinden dat ze het maar voor me doen. Oké, nou, en een mooie dag, ik heb er zin in. Ik teleporteer ons even naar de deur toe, we zijn nog even bezig. Oh, schoenen, dat is wel een handige. En rechterschoen, ja hoor. He puts on his shoes. Dramatisch. Living the dream of having shoes on. Dat is een droom. Hey! Ga lekker snel zo. Again. Het werkt. Ik weet dat je thuis bent, je zegt het de hele tijd. Ik heb geen hart op slaat ook. Even kijken. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nee, kut. Oh, we kunnen nu wel Flappy Rooster spelen. Je mag gewoon niet naakt Flappy Rooster spelen, oké? Okay, dat begrijp ik wel. Draai je om. Loop. Knipper. Oké. Waarom kan ik niet... Oh. Aha. Ik dacht al, waarom werkt het niet? Maar het lag dus niet... Either supposed to or not supposed to happen. We'll never know. Het lag dus niet volledig aan mij, dat is heel fijn. Ga gewoon gauw naar de deur toe. Oh fuck, er is nog een hele kamer hier. Shit. Adem in. Adem uit. Oké, door, 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 door. Ha, 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 ha. Kut. Nee, shit. Poep, kak. Nee, kut. Fuck. Waarom is dit spel zo moeilijk? Omdat je niks kan, Rick. Fair enough. Dan heb je een goed punt. Zo dichtbij. Remember pants and shoes. Poepen. He finally makes it out the front door. Beaten. Terrified. Stupid. Okay, waar gaan we heen? Ooh, mooi. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Oh, dat is erg jammer voor je. Wat een mooie auto wel. Dude, it was like that when I got there. You might want to get that hood fixed. Nou, dat is die machine op de achtergrond. Wauw. Prima. Ik ga je denk bedanken voor het kijken van deze aflevering van
Manuel Samuel, laat even weten of je hier meer van wil zien. De volgende aflevering gaan we denk ik een stukje... Fuck. Ik wilde zeggen een stukje auto rijden. Yes, dank u. Made it. Achievement unlocked. Bad everything day. Ja, nee, nee. Zo voel ik mij ook, ja. Toevallig. Het is een slechte dag voor letterlijk alles. Ik ga bedanken. Laat even weten of jullie er meer van willen zien. Zo ja, moet misschien een keer de game uitspelen. Daarvoor kijken. Doe het net omhoog. En dan zie ik jullie. Handmatig moet het ook gebeuren. Jammer genoeg dat YouTube het niet automatisch voor je. Of je moet er een bot voor schrijven. Maar als ik dat soort dingen aanraad, word ik vast weer verwijderd. Daarvoor kijken. Tot de aflevering. Doei!